Mentale gezondheid op de werkvloer is enorm belangrijk voor een goed functionerend personeel. Daarom heeft de Anton de Kom Universiteitsbibliotheek een lezing georganiseerd met als titel Mentale gezondheid op de werkvloer. Tijdens deze sessie ging een deskundige in op verschillende actoren die daarop betrekking hebben en op de nodige vaardigheden die daarmee gepaard gaan. Volgens Tanya Sitaram, directeur van de Adekus Bibliotheek, is de lezing bedoeld om werknemers, evenals werkgevers, bewust te maken van het belang van mentale gezondheid, zelfs op de werkvloer. Organisatie zonder gezonde, gemotiveerde, mentaal goede medewerkers is eigenlijk niet eens denkbaar. Ja toch, ze zijn belangrijk. En we moeten er aandacht aan besteden en vooral ook omdat in afgelopen mei er wereldwijd aandacht besteed wordt elk jaar aan gezondheid op de werkvloer. Dus we hebben dat gedacht. We hebben al een sessie gehad in de maand mei, intern voor de medewerkers, maar nu proberen we dus ook naar buiten toe te gaan. U ziet de aanmeldingen zijn, er zijn heel veel aanmeldingen geweest, de zaal is vol. Dus ook anderen hebben daar behoefte aan. Ze willen ook tips of ze willen ook vragen stellen. Is dit mentale gezondheid of wat is gezondheid? Is het alleen dat fysieke, dat lichamelijke? Nee, het is meer dan niet ziek zijn. Het is ook hier happy zijn, hier sorted zijn. Want je zit soms met stress, met depressie, met andere deadlines. Denk aan de studenten, tentamens, verslagen. Dat alles werkt op die gezondheid, op die grote gezondheid. Dat is die mentale gezondheid. Sitaram meent dat elke organisatie die mentale gezondheid van haar werknemer serieus moet aanpakken. Ze gebruikt in deze haar organisatie de bibliotheek als voorbeeld en zag dat zelfs daar van belang is een milieu te creëren dat zich leent voor mentaal gezonde medewerkers. Vooral omdat ik zei dat een organisatie goede, gemotiveerde, gezonde medewerkers nodig heeft. Anders mag je de tent sluiten. Als we een bibliotheek hier hadden met alleen medewerkers die steeds ziek zijn, niet gemotiveerd zijn, met veel stress zitten en dat ook wel uiten naar het publiek toe, is niet gezond. Kunnen we eigenlijk hier ophouden. Dus het is heel erg belangrijk en daarom zitten ook al de UB-medewerkers in de zaal om daarover te leren hoe daarmee om te gaan. Want het is niet alleen nodig voor die organisatie, maar ook voor hun privéleven. En voor de organisatie natuurlijk extra is het belangrijk, omdat er ook, we krijgen publiek van buiten. En het zou gek zijn als we die mentale frustraties, omdat we mentaal ongezond zijn, afreageren op ons publiek. Volgens Sitaram is de bedoeling nog meer lezingen te organiseren over verschillende onderwerpen. Na evaluatie zal worden gekeken naar een volgend onderwerp.